Vrijdag 12 november, toch ook weer een bijzondere dag. Want we gaan zo meteen weer van alles nog wat horen. Meneer Gommers, hartelijk welkom. Hoi. Vertel maar even, wat gaan we zo meteen horen? Ja, zijn we gelijk vanaf. Nee. Kijk, alle dingen lekken uit van het OMT, maar niet door de OMT-leden. Dus ik ga... Dat mag wel voor de verandering een keer. Nee. Ik nodig u uit, hoor. Ja, nee, maar dat gaan we echt niet doen. We gaan geen leuke tijd tegemoet, dat is wel duidelijk. Nee, het is vreselijk. Ja. Het is echt een lastige periode. Maar gek, want 2 november gaf u nog een interview. Daar zei u code zwart. We zijn met 84% gevaccineerd. Code zwart is nog ver weg. We zijn nog een weekje verder en hè? Het ziet er anders uit. Ja, maar we wisten wel al dat we die kant op zouden gaan. En je hoopt alleen iedere keer als er maatregelen genomen zijn... dat die curve gaat afbuigen. Ja, en nu laat het iedere keer zien, net zoals vandaag en gisteren... dat je zoveel besmettingen hebt. Ja, we kunnen het gewoon niet uitleggen. Begrijpen het ook eigenlijk niet. Waar komen die besmettingen vandaan? U kunt het niet uitleggen? Nee. Dan wordt het een probleem als u het niet uitlegt. Ja, maar dat is het ook. En daarom is het ook zo... spannend, omdat je ziet waar we op afsteven. En dat is echt een zorginfarct. Dat gaat ook niet meer alleen over de IC. Het gaat over de gewone bedden. Het gaat over de verpleeghuizen. Het gaat over de huisartsen. Uiteindelijk ben je bang, en wij vanuit het ziekenhuis zijn echt bang... of we half december nog gewone zorg kunnen leveren... als iemand een ongeval, een hersenbloeding, een hartinfarct. Daar gaat het om. Het gaat niet meer over COVID. Maar u zegt na 2 jaar COVID, we hebben geen flauw idee wat vandaan komt... Nee, het is geen flauw idee waar het vandaan komt. Alleen je denkt iedere keer in februari, dachten we, als we meer dan 70% gevaccineerd zijn, hebben we het onder controle. Ja. En dat virus verandert, heb je een Delta-variant, dan zijn er zoveel mensen gevaccineerd. En nu zie je ineens dat volledig gevaccineerden besmettelijk zijn, maar nog niet ziekenhuisopname. Maar je ziet het wel heel de tijd nu toenemen. Maar is het om die Delta-variant? Want ik had vorige week Bert Niesters, die zei, als je nu laat vaccineren, je wordt niet gevaccineerd tegen de Delta-variant. Zijn we niet gedisciplineerd genoeg geweest? Wat zou het nou kunnen zijn? Er moet toch een aan. Nee, maar besmettelijke zieken heeft met ons gedrag te maken. En we hebben last van onze eigen cultuur. Als je kijkt naar Portugal, daar hebben ze uiteindelijk voor elkaar gebokst om 96% gevaccineerd te krijgen. Ja, en die kunnen nu alles versoepelen. Ja. Maar dat zit niet in onze cultuur. We hebben besloten, en daar sta ik ook achter, dat mensen zelf moeten beslissen. Ja, en wat we ook aan maatregelen, QR-codes en wat we ook besluiten, we blijven hangen op 84%. En dat gaat niet meer over. Nee, die mensen die haal je nu niet meer over de streep. Maar denk jij dat, dat Portugal coronavrij zal zijn dan? Want maar niet coronavrij. Want je houdt altijd een x-percentage. Ik bedoel, het beschermt nu heel goed. 96% beschermt het dat je niet naar de IC. Dat betekent nog steeds 4% van de gevaccineerden heeft een risico. En dat blijf je houden. Ja. Dus we gaan nooit meer van COVID afkomen. Nou ja, wie ben ik om dat te zeggen? Nou, dat is een goed uitgangspunt, dan kun je er tenminste rekening mee. Ja, en we moeten er gewoon rekening mee houden dat we een standaard hoeveelheid patiënten... We hebben gewoon een extra patiëntencategorie de komende jaren naar de ziekenhuizen. Ja, maar we bespraken elkaar 2 weken geleden nog op de radio. Toen zei je nog 1 keer volhouden, deze winter nog even volhouden... dan zou het voorbij moeten zijn. Ja, maar dat is het ook gek, hè? Want in Engeland zie je het ineens stabiliseren en dalen. En wat gebeurt daar? Op een gegeven moment is dadelijk ook... Of iedereen gevaccineerd en de mensen die niet gevaccineerd zijn... die hebben de infectie opgelopen en hebben antistoffen. Dus je weet ook dat er een momentum komt... dat ook niet meer heel veel mensen nog besmettelijk zijn. Als we gevaccineerd zijn, kunnen we nog steeds besmet raken. Kunnen we ook nog ziek worden. Dat zie je nu ook nog steeds gebeuren. Ja, maar mild. Mild. Ja, de kans dat je ernstig ziek wordt... Jack Spijkman aan de lijn van de week, die vond het niet mild wat hij meemaakte... terwijl hij gevaccineerd was. Ja, natuurlijk. Maar dat bedoel, ik begreep ook dat hij ernstig COPD heeft. Dus onderliggende ziektes. Ja, dan is het ook anders. We hebben het dan altijd over de gezonde Nederlander. Ja, maar u schreef dit boek met de gedachtegang... we zijn er nu wel vanaf 25 september, dan is het ongeveer afgerond. Dan kan dat is het idee achter het boek. Daar stoppen we er lekker mee. Het is mooi. We houden het dat hoopten we ook. En natuurlijk is dat boek. Maar het boek was vooral voor mij om weer te geven... wat ik een gekke periode heb meegemaakt, 1,5 jaar. Maar ook wel om gewoon openbaar te maken... wat heb ik gedaan, wat heb ik gedacht, welke besluiten. Ik zeg steeds u, mag ik je zeggen? Ja, tuurlijk. Je wilt jezelf verantwoorden. Waarom wil je dat?
Nou, omdat ik merk dat ik eigenlijk een hele rare positie heb ingenomen. Ik ben voorzitter van een beroepsgroep. Ja, van IC. Ik werk in de intensive care. Daar is Ernst Kuipers mijn baas. Maar de dingen die ik gedaan heb, heb ik namens de NVIC gedaan. En ik ben niet lid van een politieke partij. Hoef geen verantwoordingen af te leggen aan de Tweede Kamer. Maar toen riep dat die tegen de avondklok was, dat was het meteen met een beetje probleem, was het toch? Dat gebeurt ook. En dat staat ook in het boek. Maar daarom vond ik het belangrijk om gewoon te zeggen wat voor spanningsveld ik zat en waarom ik de dingen gedaan heb zoals ik ze gedaan heb. Niet meer, niet minder. Voelt ook niet een beetje ongemakkelijk? Het lijkt wel of u mee wil liften op de bekendheid die u nu heeft gegenereerd. Nou, dat is niet de bedoeling. Voor mij is het echt om te laten zien, jongens, dit heb ik gedaan. Maar jij worstelde, denk dat je zelf ook worstelde met het idee dat je opeens in een positie wordt gezet. Hè, waar je natuurlijk ook voor kiest, maar niet helemaal. Want dat begin van die corona, jij was een van de meest sympathieke verschijningen. Want de mensen knuffelbeer. Ja, was een knuffelbeer. En je kon de mensen nog verbinden. En dat was op dat moment heel noodzakelijk. Maar wat je ook, dat denk ik, wat in het boek een rol speelt, op een gegeven moment word je ook een pion. Ja. En dat heb je niet altijd in het begin in de gaten. Nee, maar er zit ook een soort. Een dokter in die denkt van nou, het komt allemaal wel goed. Of niemand heeft het verkeerd met mij voor. Maar op een gegeven moment word je ook onderdeel van het hele spel. En daar hoort ook politiek bij. Maar kun je dan nog naar jezelf kijken als je dat doet? Als je onderdeel wordt van het spel? Want we hebben het net over gehad. We spraken ook met Niloufer Gundogan van Volt hierover. Die zei, we hebben geen goede kapitein. Eigenlijk, dat zei jij. En dat bevestigde zij ook. We hebben geen mensen meer die de visie kunnen uitzetten. Maar dan maak je onderdeel uit van een beleid waar je van zegt, ben je er altijd nog kritisch dan naar jezelf toe? Nou, maar ik was blij dat ik op een gegeven moment na 5 keer katshuis, dat ik er daar afstand van nam. Want ik merkte dat je opgezogen wordt en dat je dan onderdeel gaat worden van de politiek. En ik ben niet van de politiek. Maar je vond het ook een prachtig jaar. Hoe noem je het in het boek ook alweer? Moet ik even opzoeken hoor. Geweldig jaar, toch? Voor mij persoonlijk, ik heb ongelooflijk veel geleerd. Ik heb hele prachtige mooie periode. Mensen. Ja, voor mij was het. Ik heb hele mooie mensen ontmoet. Ik heb dingen gedaan die ik nog nooit gedaan heb. Dus voor mij als persoon was het een heel leerzaam jaar. Ja, maar het klinkt ook weer heel gek. In een hele trieste periode natuurlijk. In een jaar waarin heel veel mensen leed hebben gehad, zwaar hebben gehad, ook economisch. Ja, maar dat is het ook. En dat is ook de contrast. Maar dat is natuurlijk ook als dokter. Je kan als dokter een heel mooi vak hebben, maar er gaan wel mensen dood. Dat is mijn vak. Ja,